Waar blijft hij nou? Wat leuk om jullie te zien. Ik heb mijn oude stoomtrein opgehaald om de laatste lading pakjes te bezorgen. Dat zijn er zoveel dat ik de hele trein ermee kan vullen. Nou, dat is ook toevallig. Kijk eens welke pakjes ik vandaag ga bezorgen. En vooral bij wie. Klaas, daar bent u. Ah, Tespiet. Dit oude beestje heb ik even van stal gehaald om de pakjes te bezorgen. En dat is maar goed ook, want er zitten heel veel kinderen op ons te wachten. Sinterklaas, waar gaan we naartoe? Ik ga op reis. Ah, mijn koffer. Ah, ik heb ook iets voor jou. Alsjeblieft. Dankjewel. En pas er goed op. Nee, maar wacht even, Sinterklaas. U gaat op reis, nu? Dat kan toch helemaal niet? Sinterklaas de Pieten, en hoe moet dat dan? Geen zorgen, Testpiet. In de tussentijd kunnen jullie gewoon doorgaan met alle voorbereidingen. En de kinderen willen natuurlijk weten wat er over hen in het grote boek staat. Daar ga ik mee beginnen. Aan de slag, Pieten! En wat hebben we al veel meegemaakt samen. En bij bijzondere herinneringen horen ook bijzondere verhalen. En dat staat allemaal in het grote boek. Zullen we even gaan kijken? Ellemieke, jij bent 5 jaar. Dat is een hele mooie leeftijd. Je leert al van alles en je kunt nog heerlijk spelen. Ik kan wel aan jou zien dat jij een sportieveling bent. Alles wat met bewegen te maken heeft, vind jij leuk om te doen. Je kan er geen genoeg van krijgen en dat geeft jou enorm veel energie. En eerlijk is eerlijk, ik vind dat een mooie eigenschap. Blijf bewegen. Wat vind jij het toch gezellig om te tekenen? Je kan zelf kiezen hoe jouw tekening eruit komt te zien. Groot of klein en vaak met de mooiste kleuren. En verzin je dan ook wel eens een verhaaltje bij je tekening? Vast wel. Nog heel veel tekenplezier. Eens kijken wie er nog meer in het grote boek staat. Hallo Matthijs. Jij bent 3 jaar. Jij bent al bijna geen peuter meer, maar een echte kleuter. Ik heb netjes in mijn boek geschreven dat jij in het buitenland woont. Zo kan ik ieder jaar onthouden waar jij precies bent, want ik sla jou natuurlijk niet over. Mijn Piet en ik moeten er iets verder voor reizen met de stoomboot, maar dat maakt niet uit, want dat heb jij verdiend. Wat gezellig om te lezen. Jij houdt van treintjes. Heerlijk om mee te spelen en daar kan je uren zoet mee zijn. Jij bent de machinist, de meneer die de kaartjes knipt en nog veel meer. Heb je ook wel eens in een echte grote trein gezeten? En er staat nog iemand in het grote boek. Boudewijn. Jij bent nieuw in mijn boek. Vorig jaar was jij er nog niet, maar ja, je bent ook pas een paar maanden oud. Als ik aan jou denk, dan zie ik meteen jouw ondeugende oogjes voor me. Als jij iets van plan bent, dan glinsteren je ogen en loop je te giechelen. En voordat de mensen het weten, heb je alweer een streek uitgehaald. Jij bent een echte deugniet. Gelukkig maakt jouw lachen, Becky, alles goed. Als het lekkere warme badje voor jou klaarstaat, kan je bijna niet wachten om erin te gaan. Zo fijn vind je het. Je speelt zo mooi met het water. En het is natuurlijk ook heerlijk om lekker te spetteren met je beentjes. Kan Sinterklaas nou op reis gaan terwijl het Sinterklaasfeest voor de deur staat? Oh, relax, Test. Als Sinterklaas wat leuks gaat doen, dan kunnen wij
dat natuurlijk ook. Ja, en wat moeten we dan met die zak? Ach, die zak die vullen we later wel, Test. Oh, ja. Ja, want de kinderen kunnen heus wel eventjes wachten op hun cadeautjes. Oh, echt? De reis die wij vandaag gaan maken heeft alles te maken met herinneringen. Neem bijvoorbeeld nou mijn oude hobbelpaard. Hier oefende ik op als kleine Klaas, lang, lang geleden. Of mijn kleine grote boek. Een boek wat in de loop van de tijd steeds groter moest worden, want jullie staan er allemaal in. En niet alleen jullie, ook de ouders, de grootouders, de vrienden en de vriendinnen. Maar het allerbijzonderste van deze kamer zijn dan ook jullie herinneringen. Ik heb heel veel over jullie verzameld in de loop van de jaren. Kijk maar. Een prachtige schilderij van een bijzonder moment op een prachtige plek in mijn kasteel. Daar gaat ie. Oh, ik ben zo moe. Ik neem voorlopig een winterslaap. Fernando, dat kan natuurlijk niet. We hebben nog lang niet alle pakjes bezorgd. En Fernando, dat mag ook helemaal niet. Want niemand van ons mag vanavond in slaap vallen. Nee, waarom niet? We hebben alle voorbereidingen al gedaan. We zijn kapot. Sinterklaas gaat een reis maken. En als hij weg is, heeft hij helemaal niet door dat wij niet gaan slapen. En waarom zouden wij niet gaan slapen? Omdat je dan zelf mag bepalen hoe lang je opblijft. Joejoe! Maar dan kan ik niet dromen. En in mijn droom droom ik altijd dat ik alle pepernoten opeet. Zo leuk. Ik pak altijd alle pakjes uit om ermee te spelen. In mijn dromen. Dat is juist zo leuk. Dan kun je er van alles mee doen zonder dat het consequenties heeft in het echt. Maar hoe leuk zou het zijn als we dat nou wel in het echt konden doen? Sinterklaas merkt het niet. We kunnen bijvoorbeeld alle pepernoten opeten. Oh, lekker! Ja, en met de cadeautjes spelen. Ja. Hij is er toch niet. Nee, of we houden een pietendisco! Ja, ja. Keihard! Zijn we klaar voor een Club van Sinterklaas feestje? Ja! Hij zal nog even moeten wachten. Ik ben namelijk nog lang niet klaar met dat grote boek. Waar was ik ook alweer gebleven? Ellemieke, eens even kijken wat hier verder nog staat. Wat knap zeg, jij kan je eigen naam al schrijven. Toen je klein was, kon je dat nog niet. Maar nu lekker wel. Vertel eens, heb je daar lang op geoefend? Of was het voor jou een makkie? Jij bent een spaghetti monster. Jij bent gek op die lange dunne sliertjes met die lekkere smaak. Mijn pieten doen wel eens een wedstrijdje spaghetti slurpen. Dan kijken ze wie de langste sliert kan opslurpen. Kan jij ook goed spaghetti slurpen, denk je? Eens kijken wie er nog meer in het grote boek staat. Hallo Matthijs. Je bent vast benieuwd wat er nog meer in mijn boek staat. Die eigen mening van jou, ik vind het stoer en superknap. Jij weet namelijk precies wat je wil. En dat kun je ook nog eens goed uitleggen. En het leuke is ook dat je andere kinderen gaat ontmoeten met ieder een eigen mening. En daar kun je ontzettend veel van leren. Ik lees hier dat jij het liefst sap drinkt. Wist je dat mijn prof Piet zijn eigen sapje heeft? Slimdrank heet dat. Hij hoeft maar één slok te nemen en hij komt op goede ideeën. Waar zou jij zo'n magisch sapje voor willen hebben? En er staat nog iemand in het grote boek. Boudewijn. Er staat hier natuurlijk nog meer over jou. Ik vind het niet zo vreemd als ik hoor dat iedereen graag naar jou kijkt. Want jij beloont ze met je liefste glimlach. En dat is zo schattig om te zien. Zelfs onze Pietjes kijken vol vertedering naar jou. En als het dan tijd is voor je melk, dan kraai jij al van plezier.
Je bent dol op lekkere warme melk. En als jouw buikje vol is, dan laat je uit dankbaarheid een klein boertje horen. Nou, ik hoef jullie niet te vragen wat jullie doen om wakker te blijven. Ik hoef jullie niet te vragen wat jullie... Het kasteel staat op zijn kop. Matig maar. De tijd is bijna om, ben je klaar voor het feestje? Ja, ja, ik kom eraan. Ik weet precies waar jij naartoe wilt. Jij kan ook niet wachten, hè, oud beestje van me. Oh, nou, je ziet het. Ik ben al een tijdje niet op reis geweest. Vandaag maken wij een speciale reis. Een reis terug in de tijd. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we! Zo, dat lijkt me snel genoeg voor een reis terug in de tijd. Ja, dat hoor je goed. We reizen terug naar mijn jeugd. Dat zijn fijne herinneringen. En die hebben jullie ook. Zo te zien zijn we op onze eindbestemming aangekomen. Zijn jullie ook net zo nieuwsgierig als ik? Kom mee. En toen ook al gek op paarden. Testpiet. Ja. Lekker gedroomd? Nou, het was best apart, Sinterklaas. Ik droomde gewoon dat u op bezoek was bij kleine Klaas. En ik droomde over uw hobbelpaard. En Sinterklaas, deze trein, kon een reis maken door de tijd. Oh, mooi dat dromen bijna levensecht zijn, hè, Testpiet? Maar reizen kan deze trein zeker. Reizen naar de kinderen in het land. Oh. Daar is die trein natuurlijk voor. Daarover gesproken, Sinterklaas. Ik heb heel goed op deze zak gepast. Mooi. Dan kunnen we die... We zijn helemaal compleet, Sinterklaas. We zijn klaar voor vertrek. Mooi zo. Nou, deze moet natuurlijk nog wel mee, deze zak. Ja, die gaat zeker niet passen. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik heb precies uitgerekend hoeveel cadeautjes er mee konden. Sorry, Tess, maar toch past je er echt niet bij. Pieter. Deze zak is niet voor de kinderen... Maar van de kinderen. De kinderen die naar ons kijken. Maar Sinterklaas, voor wie is die zak dan? Voor jullie. Als verrassing voor al jullie harde werk. Dan heeft iedereen een mooie Sinterklaas. Laat het feest maar beginnen. Ja! Om meteen door de straten, niks gehoord en niks gezien. Ze hebben mij niet in de gaten, ben de allerstilste Piet.
En bij het huis op nummer 10 gaat het licht aan. Dus ik ga met al mijn pakjes in een steegje staan. En ik hou mijn adem in. 1, 2, 3. Door de maan komt alles aan het licht. Maar jij hebt de gordijnen dicht. We gaan slijpen door de nacht. Bij het huis op de hoek. Ja, ik kom straks naar je toe. Gaan we dansen tot de zon opkomt? Nou, maar weet of je mij verstond. Ben je klaar bij het huis op de hoek? Ja, ik kom straks naar je toe. Gaan we dansen tot de zon opkomt? Nou, maar weet of je mij verstond. Oversluipend door de vet cadeau. Dank jullie wel, hoor. Ik denk dat ik hem boven mijn bed ga hangen. Eindelijk is het tijd om op reis te gaan. Iedereen wacht natuurlijk op zijn of haar cadeautje. Ik wens jullie allemaal een fantastisch Sinterklaasfeest toe. Dag. Oh, bijna vergeten. Terwijl wij druk aan het feesten waren, hebben de Pieten in razend tempo heel veel cadeautjes al bezorgd. Ook die van jou. En de cadeautjes liggen op een hele mooie plek. Zal ik vertellen waar? De cadeautjes liggen bij de voordeur. Ga maar snel kijken en heel veel plezier ermee. Tot volgend jaar! Tot volgend jaar! Tot volgend jaar!